Ja, nou, dit is het eerste stationnetje van de Walk of Wonder. En de Walk of Wonder loopt van het kasteeltje Heijendaal naar het Berg Marianum. Dus van een gebouw van het Radboud UMC naar een gebouw van de Radboud Universiteit. En dit is de eerste station wat verbeeldt het muziekkunstwerk wat uit de garage opstijgt op het moment dat je ernaar luistert. Een hoop mensen zijn betrokken bij de kunstroute. Je kunt nu al over de route wandelen, maar nog niet alle kunstwerken staan er al. De bedoeling is dat er ieder kwartaal een nieuw kunstwerk wordt gepresenteerd. Nou, een hele grote groep mensen zijn erbij betrokken. En vooral van bouwzaken, maar ook mensen van de organisatie. Dus heel veel mensen hebben zich met dit idee bezig gehouden om te zorgen dat dit idee ook werkelijkheid werd. En Philips Studios in Arnhem is degene die deze stationnetjes ontwikkeld hebben. En deze stationnetjes verwijzen dus naar het kunstwerk. En hier is het een geluidskunstwerk. En verderop is het bijvoorbeeld een kunstwerk met spiegels. En daarnaast is het een groot schilderij. Het zijn allemaal verschillende kunstwerken. En het laatste is een geurkunstwerk. Dus het zijn allemaal kunstwerken op de grens tussen het een en het ander. Precies wat wij ook met die kunstroute willen maken. De initiatiefnemers hebben tot nu toe goede feedback gekregen over de kunstroute. Ook zelf zijn ze erg tevreden over de gesprekken en de interactie die ontstond toen ze zelf deze route liepen. Nou, we hebben het gelopen tot nu toe met de college van bestuur en raad van bestuur bij de opening, bij de kick-off van de route, van de Walk of Wonder. En nou, de mensen vonden het heel inspirerend, want wat je doet is dat je samen de kunstroute loopt. En ondertussen sta je stil bij een zo'n stationnetje, kun je lezen waar het over gaat. Kun je de route ook zelf zien, hier zie je de route zelf, als een soort asculaap, als een soort slang. En als je dat dan loopt van de ene naar de andere, wat je dan ziet is dat je bijzondere gesprekken met elkaar krijgt. Om te praten over wat zien we nou hier, wat gebeurt er, hoe gaan wij om met datgene wat op ons pad komt, op ons levenspad. Dus de eerste keer, de opening, vonden wij al heel bijzonder, want er gebeurde precies datgene wat wij hoopten dat er zou gebeuren. Dat mensen met elkaar en met de kunstwerken als het ware in interactie gaan.